Nee, maar dat past, dat ben jij ook. Klopt. Je gaat een beetje glimmen als je dat... Ja. Ja, zie je, dat is het beste. Een vlerk. Echt een vlerk. Kort en pijnloos. Voor de anderen misschien dachten, oh god, dan heb je hem weer. Ik was 40, hè? Ik was helemaal niet jong of zoiets toen ik bij de tv kwam. Het was ook pardoes eigenlijk en ook ongetraind. En mensen zeiden, nou, je hebt er wel iets aanleg voor, denken wij. Hier is het diepe, spring er maar in. En toen heb ik gekeken naar Mart Smeets en naar Felix Rottenberg. Dat zijn twee totaal verschillende presentatoren. Maar dat waren wel twee polen waarvan ik dacht, daar wil ik me tussen bewegen. Ik wil van allebei ietsjes hebben. En toen veroverde ik mijn plek. En dan gebeurt er weer een tijd niks in die divisie, zal ik maar zeggen, van de talkshows. En dan is er ineens staat er een koningin op. Ontzettend leuk. Met een spontaniteit en een taalvaardigheid en een brutaliteit, maar ook een lol. En een soms een beetje licht hysterische lol, waar ik echt jaloers op ben. Want, nee, maar dat past, dat ben jij ook. Klopt. Ik probeer wel heel erg te relativeren wat het is wat ik doe. Ik zit aan een tafel, en dat doen de meeste mensen elke avond. Ik ben gewoon aan het praten over de dingen van de dag. Dat doe ik ook, alleen ik moet zorgen dat het niveau ietsje beter is, omdat de gasten er speciaal voor zijn uitgenodigd, omdat we dingetjes hebben opgezocht erbij en zo. Maar ja, je kan ook... Ik begin met een glas gin tonic bijvoorbeeld, de uitzending. Gewoon omdat ik denk, jongens... Even ontspannen. Het is ook leuk gewoon. Het gaat me niet om de alcohol, maar wel dat er niet 4 glazen water en een meneer aan tafel zitten. Het is een totaal ander leven om dit werk te doen als je net een babytje hebt gehad. Een babytje heeft niks te maken met een tv-uitzending of het feit dat mama even moet uitslapen, want ze lag pas om 2:30 in bed. Een babytje komt om 3:00 en om 5:30 en wil graag drinken. In sommige momenten is dat verpletterend. Het is het leukste werk wat er is, maar het is natuurlijk ook een ongelofelijke slok op. Echt een ongelofelijke slok op. En iedereen moet zich naar ons schikken. Ja. Dat ik bedoel, klopt. Als je met zo'n dagelijks programma bezig bent, dan... Dat klopt. Die uitzending gaat altijd voor en iedereen komt een beetje op de tweede plaats. Dus dat is ook een egoïstische baan in die zin. Een talkshow staat heel hoog op mijn wensenlijst voor Net5. Omdat ik denk dat er nog wel ergens een gaatje zit om het nieuws vanuit de vrouwelijke kant te belichten. Ik zie heel veel mannen met een mening. Ik zie steeds meer vrouwen in talkshows. Daar ben ik blij om, want vroeger zag je eigenlijk voornamelijk mannen. Maar vrouwen die een mening durven te geven over het nieuws, die zijn nog heel dun gezaaid. Je moet echt zo ongelooflijk je best doen als redactie. En die redactie van mij staat voor 3/4 uit vrouwen. Dus het is niet zo dat vrouwen... Niks te zeggen hebben. Niks te zeggen hebben. Nee, zeker niet. Of dat vrouwen, maar zelfs die vrouwen lukt het niet om die vrouwen op de buis te krijgen. Ja. En het is zo vaak dat toch een vrouw zegt, ja, maar... Ja, misschien kun je toch beter even Henk vragen, want die zit er net iets beter in. En Henk zal dat nooit zeggen, hoor. Henk zal nooit zeggen, vraag het even aan Vera, want die zit er beter in. Henk zegt, nee, Vera heeft misschien het boek geschreven, maar ik heb het boek gelezen, dus ik weet er ook wel wat van. Ja, die durven zo, dat. Ja, die durven, die durven dat. Die doen zo. Ik vond het heel erg leuk om bij College Tour te gast te zijn, omdat ik het zo leuk vond dat die studenten oprecht geïnteresseerd waren in hoe ik dingen doe. En de meeste interviews gaan altijd over hele andere dingen. En zelden over je werk en hoe je dingen aanpakt. En waar je van geleerd hebt en waar je mee op je bek gegaan bent en zo. En daar waren zij heel erg in geïnteresseerd en dat vond ik ontzettend leuk. Als je aan het werk bent, dan zit er enige afstand tussen jouzelf als mens en degene met wie je spreekt. Omdat je een uitzending aan het leiden bent. En heel soms wordt die afstand opgeheven door iets wat iemand zegt. En dan raak ik die mate van controle kwijt om het te stoppen. En soms ben ik tot tranen toe geroerd. En dat wil ik eigenlijk helemaal niet, want het gaat om het verhaal van die persoon. En het is niet mijn leed of mijn rouw of wat dan ook. Maar ik weet dat het de afgelopen jaren een paar keer is gebeurd. En dat is gewoon omdat de uitzending wegvalt als het ware. En ik laat het toe. We kunnen ook gezamenlijk lachen om iets leuks wat de ander overkomt. Dat mag wel. Ja. Maar het is natuurlijk vooral doordat de ander, de buitenwereld, daar zo verschrikkelijk de nadruk op legt dat jij dan huilt. Ja. Ik heb een uitzending gemaakt toen Martin Bril overleden was. Dat is al een tijdje geleden. Dat was een columnist in de Volkskrant en ook een beetje een televisiepersoonlijkheid. En tafelheer bij ons programma. En een goede vriend van mij. En ik vond dat wij als programma, en dat kunnen we soms goed, iemand een saluut brengen. En dat moest dus met hem, met een aantal gasten, met muzikanten. Iedereen deed ook mee, iedereen kwam ook meteen. Maar het was een van mijn beste vrienden. Dus toen we de repetitie hadden, was ik ontroostbaar. Bij alles wat ik zag en wat ik zei, dacht ik aan Martin. En die laatste, hij was ernstig ziek, dus we wisten dat hij zou overlijden. Dus dat was allemaal bijzonder
sensitief eigenlijk. En toen heb ik me in de uitzending, toen alle tranen gingen er in de repetitie uit. En in de uitzending dacht ik al, toen zei mijn eindredacteur ook, dit mag pesten, dat zal iedereen begrijpen. Dat is toen net niet gebeurd. Ik heb gelukkig niet gehuild in mijn eigen uitzending en ik ben daar wel blij om, want ik ben daar ook altijd wel een beetje bang voor. Toen ik in Nederland kwam wonen, toen was ik 11. Toen sprak ik geen Nederlands. Ik werd midden in het schooljaar in een klas gezet en ik kon me niet uitdrukken. Dat was de hel op aarde. En het feit dat ik nu op tv praat, zeg maar dat ik betaald word om te praten in het Nederlands, vind ik, ik ben gewoon blij dat het zo gegaan is. Ik denk dat veel moeilijker dan ergens komen is succes behouden. Als dit langer een succes zou blijven wat ik doe, dan ben ik heel blij. Dan is mijn bucketlist helemaal vol en afgevinkt. Ik zou wel iets vaker van die tafel weg willen. Ik ben toch een soort moeder die daar met thee zit te wachten. Tot al die mensen uit de wereld aan die tafel komen zitten. En die zegt, nou, ik was daar. En die vertelt, ik heb dit gemaakt. En ja, wat heb ik nou eigenlijk gedaan? Ik heb gewacht tot ze kwamen. Dan vertellen ze wat ze doen en daarna gaan ze weer weg. Ik denk dat je een mening mag hebben als host, omdat dat programma heet ook zo. Het programma heet Jinek. Het programma heet Paul. He, want je bent toch, zeker als je aan het begin staat van je zogenaamde tv-carrière, denk je van, ik heb zelf ook een mening. Weet je, als je er toch nog iets wil laten zien van, oh jongens, wat een verhaal. Ja. Maar als je er wat verder in zit en dus een talkshow hebt met je eigen naam, dan mag je af en toe denk ik wel je mening laten horen. Als je denkt dat je daarmee ook een mening vertolkt van een groot publiek. Maar is het wel eens gebeurd dat je uit de bocht geschoten bent en dat je later dacht, het lukte hem niet om een mening onder stoelen of banken te steken, maar dat had ik niet moeten doen? Ja, het is wel eens. Ik heb me bijvoorbeeld wel eens, dat is de enige keer dat er ook een gast is weggelopen. Ik heb me ontzettend geërgerd een keer aan zo'n moslimadvocaat die dan ook niet wilde opstaan voor de rechter en wat dan ook. En die, dat ik dacht, man, hou toch eens op met dat vervelende gedoe en zo. Dus dat was iets te veel mening. Ja, en toen is hij weggelopen. Denk ik. En hij is uiteindelijk weggelopen. Ik heb misschien ook wel eens te veel mijn aversie tegen godsdienst in zijn algemeenheid geuit aan tafel. Daar ben ik later ook wel een beetje op teruggekomen. Dat ik dacht, het is gewoon niet hoffelijk. Nou, het is heel. Ik ben heel blij in de liefde. Met een vrouw die ik al heel lang ken. En wat wil je er nog meer over weten eigenlijk? Niks eigenlijk. Ik ben blij. Ja, ik zie het aan je. Ja. Je gaat een beetje glimmen als je dat. Ja, zie je, dat is het beste. Ja, is het goed dan? Ja, dat is wel goed. Oké, het is goed.